En met een ace komt Ivan Lendl op matchpoint. Maar liefst zijn achtste ace in deze set. Achtvoudig Grand Slam winnaar. Matchpoint. Opnieuw klaagt Lendl over het geluid dat van het publiek komt. Twijfelachtige tweede service. Is die in of uit? Het publiek dacht dat die uit was. Ja, dan komt er wat geluid. Die bal die was zeker uit. Matchpoint is weg en Lendl moet zich weer helemaal opnieuw concentreren. De rituelen van het stuiteren. Het vegen met de zweepbanden. En dan gaat hij weer. Tweede matchpoint. Caporese hier te verrassen. Service volley. Eerste keer in de partij dat hij dat doet. Goed initiatief. Pech dat die volley uitging. En verliest zo zijn tweede matchpoint. Juice. Hij wil absolute stilte. Verdient het punt. Ja, toch het initiatief in deze rally. Deze voorhand. Dat was de sterkste wapen. Nog knap hoe Lendl die bal nog terug heeft. En een beetje geluk. Maar dat brengt de Italiaan toch wel op breakpoint. Eerste moeilijke game voor Lendl. En kansen om op 5-5 te komen. Geheel tegen het patroon in grijpt de Italiaan de service game van Lendl. Lendl die in de laatste vier service games maar 2 punten verloor. En op het moment dat hij voor de wedstrijd serveert zijn eerste service niet inkrijgt,
En Camporese daar heel goed gebruik van maakt. En vooral met zijn voorhand op dit moment Lendl op de baseline dirigeert. Bij, want deze game maakt hij toch een paar onnodige fouten. Hij wilde zijn energie bewaren voor die tiebreak. En Lendl wordt opnieuw afgeleid door roepen uit het publiek dat die bal uit zou zijn. In deze bal gaat het dan. Hij is gewoon in. Het is een logische reactie. Maar in feite is het over zijn eigen spel. En Camporese staat nu op een hele gunstige 2-1 voorsprong met 2 servicepunten op komst. Nee. 4-3 voor de Italiaan. Van Lendl. Het is haast niet te geloven wat hier gebeurt. En Lendl die altijd op die belangrijke momenten zo goed speelt. En hier een hele makkelijke volley. Smash. Gewoon in het net slaat. En dit is niet te geloven. Het wordt 6-3. En dat betekent 3 matchpoints voor Omar Camporese, die op de stand van 5-4 in die derde set 2 matchpoints tegen had. En het begint er nu aardig op te lijken dat Lendl moeite heeft met Italiaanse tegenstanders. In Milaan had hij al matchpoints tegen Carratti, verloor die wedstrijd toen ook. 6-3 Camporese, 3 matchpoints. Vraag je af of de spanning te groot is als Camporese eigenlijk zo'n betrekkelijk eenvoudige return in het net mist. Nog altijd 2 matchpoints. Het is ongelooflijk. Het lijkt wel of we een soort herhaling krijgen van de wedstrijd Cheng-Lendl. Ook zo'n raar verloop. Maar Omar Camporese, hij krijgt 2 matchpoints tegen zich. En weet de wedstrijd dan toch fantastisch naar zich toe te trekken. En K
Kijk naar dit punt. Een gewonnen punt voor Lendl. Hij is er niet meer bij met zijn kop. Camporesi doorziet hem en ja, speelt gewoon die bal terug over het net. En dit is dan zijn begeleider.